Hallo, welkom op deze video bijles op Liudger. In deze video zal worden uitgelegd hoe bijles op de Liudger in zijn werk gaat. Je kunt aangeven dat je bijles wilt geven, of je kunt aangeven dat je bijles wilt ontvangen. Hoe? Let op. We gaan eerst eventjes uit van 5 leerlingen. We hebben daar Xandra, Albert, Jan, Gerrit en natuurlijk Corrie. Al deze kinderen die hebben een bepaald vakkenpakket en zitten in een bepaalde klas. Kijk, Xandra in H4D, Albert in G2B, Jan zit in de vijfde van VB, Gerrit A3C en tenslotte Corrie in B1F. Ieder van deze kinderen die wil graag of bijles ontvangen. Xandra wil graag wiskunde A en economie een beetje ondersteuning hebben. Zo ook Gerrit, maar dan voor Engels. En Corrie, die wil ook graag wiskunde extra ondersteuning hebben. Albert, die is juist ontzettend goed in wiskunde. En die heeft aangegeven van, nou, ik wil in wiskunde bijles geven. En Jan, die is een kanjer, want die heeft wiskunde B, economie en Engels in zijn pakket zitten, waar hij graag bijles in wil geven. Hoe wordt dit allemaal geregeld? Wel, we starten met Xandra. Die wil graag bijles hebben en daartoe moet ze eerst een account aanmaken op de bijlessite. Ze start de browser op en ze typt in het adres van de bijlessite en dat is www.whispersoft.nl/bijles of /bijles2. Beiden kunnen. Ze komt dan op de openingspagina en omdat ze nog geen account heeft, zal het dus hier moeten zijn. Ze typt het leerlingnummer in. Ze typt het mailadres in. En voordat ze zich kan aanmelden, moet ze eerst nog akkoord gaan met de voorwaarden. Dus ze moet hier een vinkje zetten. Dat doet ze nou meteen, maar ze moet natuurlijk eerst wel eventjes de voorwaarden bekijken. Ja, dat doet ze door hier op te klikken. En dan komen de voorwaarden naar voren. Belangrijk is de betaling. Het uurtarief is of 4 euro of 5 euro. Het is afhankelijk van of de bijles wordt gegeven door een onderbouwleerling of een bovenbouwleerling. Belangrijk is ook dat de betaling onderling wordt geregeld. Dus de Liudger regelt dat niet tussen die twee leerlingen. Anders is iets dat een leerling verplicht is om, als er een bericht is gekomen, dat hij erop reageert. Daar kom ik later nog op terug. Goed, we gaan weer verder. Goed, Xandra heeft dus nu akkoord verklaard, beide velden correct ingevuld en ze kan dus op aanmelden klikken. Als dat heeft gedaan, komt er een melding in beeld dat er een mail naar haar is verstuurd en dat ze daar verder kan lezen wat ze moet doen. Ja, dus ze klikt nu op oké. Okay. En de mail die ze krijgt, die zie je hier. Ja, dus deze mail krijgt Xandra. En je ziet van oké, er is een tijdelijk account aangemaakt. Ja, dat moet nog wel definitief worden gedaan. En dat is door puur op deze regel te klikken. Ja, deze regel staat dus in de mail. Je kunt gewoon daarop klikken en dan komt de rest vanzelf. Goed, Xandra die klikt op die regel. En dan komt ze weer terug in de bijlessite in een venster waar ze haar wachtwoord moet invoeren. Ja, ze heeft nog geen wachtwoord en om in te kunnen loggen heeft ze een wachtwoord nodig. En dat gebeurt dus door hier het wachtwoord in te typen. Ze moet het nog een keer bevestigen en daarna klikt ze op oké. Okay. Ja, dus wachtwoord, wachtwoord, oké. Okay. En je krijgt een wachtwoord. En ze kan nu verder met het inloggen. Ze klikt op oké. En ze komt weer in het openingsscherm. En nu heeft ze dus een account. Oftewel, ze kan hier nu inloggen met haar leerlingnummer en het zojuist gekozen wachtwoord. En daarna op inloggen klikken. Ja, dus invoer, klikken op inloggen. En ze komt in het menu. Goed. Ze wil bijles ontvangen, dus het is logisch dat ze dan
op deze button klikt. Je ziet, ze kan ook gewoon kiezen voor bijles geven. Ze kan zelfs zeggen van, hey, ik wil voor de ene wil ik bijles ontvangen en de andere wil ik bijles geven. Alles is mogelijk. Maar goed, we gaan eventjes, Xander wil bijles ontvangen. Dus ze wil bijles ontvangen en ze moet nu eerst aangeven van voor welke vakken wil ik bijles hebben. En ze krijgt alleen die vakken te zien die ze ook in haar vakkenpakket heeft. Dus de keuze is beperkt. Alleen die vakken kun je kiezen die je ook daadwerkelijk hebt. Nou, Xandra die wil graag economie en wiskunde hebben. Dus ze klikt aan economie en ze klikt aan wiskunde. Dat zijn de twee vakken. Ze gaat dus daarna weer bewaren en gaat terug. En ze komt weer in het bijlesmenu. En in principe kan ze dus nu het programma verlaten. Xandra is blij, want ze heeft aangegeven dat ze bijles wilt ontvangen. Op dezelfde manier kan Gerrit aangeven dat hij graag Engels wilt hebben. En Corrie dat ze graag wiskunde wil hebben. Dat zijn hoe ze bijles kunnen ontvangen. Nu het geven van bijles. Het aanmaken van een account is natuurlijk hetzelfde en we gaan even kijken naar Albert. Albert wil bijles geven, dus hij gaat op deze knop drukken. En allereerst moet je aangeven voor welke groep, aan welke groep je bijles wilt geven. Albert zit in een tweede klas, dus is het logisch dat hij niet al te hoog wil lesgeven. Ja, hij geeft dan ook aan dat hij alleen aan de brugklas les wil geven. Dus hij vinkt aan B1. Daarna gaat hij bewaren en gaat verder naar vakkenkeuze. Dus deze kant. Ja, en dan krijgt hij ook alleen weer te zien de vakken die hij zelf heeft. Want alleen daarin mag hij bijles geven. En hij geeft dus aan van oké, wiskunde wil ik geven. En nu heeft hij zijn keuze afgerond. Hij heeft aangegeven van, goh, ik wil bijles geven in wiskunde. En alleen aan een brugklasser. Ja, en hij gaat klikken op bewaar en gaat terug. En hij is ook klaar met de invoer. Gaan we naar Jan. Jan, die heeft V5. En eventjes belangrijk om nu aan te geven, dat Jan, die heeft wiskunde B in zijn pakket. Alleen wiskunde B. Nou, ik kom daar zo meteen op terug. Goed, Jan heeft een account. Hij klikt op bijles geven. En Jan die wil graag bijles geven aan alle groepen. Daardoor kan hij dus alles afzonderlijk aanvinken. Makkelijker is het om eventjes dubbel te klikken op dit icoontje. Als je dat doet, dan wordt alles in één keer aangevinkt. Dat heeft hij gedaan. En zet bewaar en ga verder naar vakkenkeuze. En hier staan alle vakken weer aan die hij heeft. Maar let op voor wiskunde. Hij heeft wiskunde B en dat betekent dat hij les mag geven aan wiskunde, onderbouw, wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C. Het enige wat ontbreekt is wiskunde D, de speciale tak. En dat is wellicht iets vervelender om te geven omdat er onderwerpen in voorkomen die hij totaal nog niet heeft gehad. Goed, hij klikt aan de vakken die hij wil geven en dat is dus economie, Engels en wiskunde. En natuurlijk kan hij daar aangeven van ja, niet alleen wiskunde, maar ook wiskunde A, B en C. En that's it, bewaar en ga terug. En ook Jan is er klaar voor. Tot zover de invoer door de gebruikers. Nu moet er natuurlijk een match komen, want Jan die kan lesgeven aan Xandra. Jan kan lesgeven aan Corrie. En hij kan ook nog lesgeven aan Gerrit. Het is allround. Ja? En Albert tenslotte die kan lesgeven aan Corrie. Die verschillende mogelijkheden tot lesgeven, dat gaat automatisch door het programma iedere keer worden gecontroleerd. Eén keer in de dag, in een dag. Checkt het programma van, zijn er ook mensen die een match met elkaar hebben. En als er een match is gevonden, dan genereert het programma een mail
richting de diverse leerlingen, waarbij wordt aangegeven van, hey, let op, er is een match gevonden. Als je het wilt bekijken, dan kun je naar het programma toe gaan. En zo heb je dus hier diverse mailtjes. En aan Xandra is dus ook een mail gestuurd. Ja, hier staat van, hey, let op Xandra, er zijn graden gevonden voor de bijles. En wil je het bekijken wat het is, dan moet je even op deze regel klikken, zodat je naar de bijlessite toe gaat. Oké, nou, Xandra die klikt op deze regel. Zo, en ze komt in een bijlessite, in een scherm, waarin staat van, hey, welke aanbiedingen zijn er om bijles te ontvangen. En inderdaad, je ziet hier Jan twee keer staan, want Jan kon zowel economie en wiskunde bijles verzorgen. Nou, wat is de status van deze aanbiedingen? Er is nog geen contact geweest tussen Jan en Xandra. Dat kan veranderen door een actie uit te voeren. We gaan eerst even kijken welke actie Xandra uitvoert voor economie. Nou, voor economie heeft ze al iets anders gevonden. Ja, een aardige buurman die wel bijles wil geven. Dus voor economie zegt ze van, nou nee, dat hoeft niet meer. En dan kiest ze voor afwijzen zonder contact. Nou, dus ze klikt hier op afwijzen zonder contact. En je ziet nu dus dat inderdaad de status is veranderd in afgewezen door jou, dus door Xandra, zonder contact. Bij economie is er dan ook geen actie meer mogelijk. Xandra wil wel graag nog bijles hebben van Jan voor wiskunde. Dus ze gaat naar de actie toe en ze gaat daar kiezen voor stuur bericht aan deze persoon, aan Jan. Ze klikt daarop en ze komt in een berichtenvenster. Het berichtenvenster heeft al een vaste aanroep, hallo Jan in dit geval, en een vaste slotzin. Dat is natuurlijk een normale met vriendelijk groet, maar ook nog eventjes voor Jan het bericht dat hij binnen 5 dagen moet reageren. En dat kan Jan doen door in de mail straks op deze regel te klikken. Deze regel was zometeen een link waardoor hij naar de bijlessite kan gaan. Goed, Xandra die typt eventjes en die voert daar een mooi berichtje in. En daarna gaat ze op verzend bericht klikken. Klik. Zo. En de mail die Jan krijgt, die zie je dus nu hier voor je neus. Ja, precies inderdaad wat zij heeft ingevuld. En de slotregel met hier inderdaad de link welke Jan kan aanklikken om naar de bijlessite te gaan. Dus klik. En na het hebben geklikt, komt Jan op zijn bijlessite terecht in dit scherm. Dus je ziet nu de bijlessite voor Jan, niet meer die van Xandra. En Jan ziet inderdaad dat hij economie, wiskunde en Engels kan geven aan Xandra, economie en wiskunde. En voor Engels kon je ook nog les geven aan Gerrit Gerritsen. Goed, bij economie zie je inderdaad dat hij is afgewezen door Xandra zonder contact. Ja. Maar voor wiskunde A staat er inderdaad dat er een bericht gestuurd is aan hem en dat Xandra nog op antwoord wacht. Het is in het rood. Rood betekent dat hij er een actie op moet doen. Oké, nou, hij gaat dus naar de actie toe. Ja, hij klikt op de actie en hij kan dan aangeven van, hey jongens, reageer op melding van de vrager. En dat doet hij natuurlijk ook. Ja, hij klikt erop. En hij komt in hetzelfde berichtenscherm als Xandra, alleen die heeft natuurlijk een andere titel. Ja, hallo Xandra. En er is maar een hele korte natitel. Ja, want Xandra is niet verplicht om nog een keer te reageren, want anders blijft het heen en weer gaan. Dus goed, Jan die voert een tekst in. Ja, hij vindt het wel correct. Dus, en hij klikt op verzend bericht. En ook nu wordt de status weer aangepast. En hier zie je inderdaad van, hey, er is inderdaad onderling contact geweest. Goed, nou stel je voor, hè, men praat met elkaar en men vindt het akkoord, men komt tot een overeenstemming. Dan kan Jan, en trouwens dit kan Xandra ook doen, maar laten we maar even doen dat Jan het doet. Ja, die kan hier weer een actie doen bij die wiskunde A. En hij kan dan aangeven van dat de bijles van start gaat.
Hij kan eventueel ook nog een bericht weer aan deze persoon sturen. Of hij kan ook zeggen van nou, toch maar niet afwijzen na contact hebben gehad. Nou, hij wil dus nu wel aangeven, hé jongens, prima, de BIOS kan starten. Dus hij klikt daarop. Klik. En dan zie je inderdaad van prachtig, BIOS wordt uitgevoerd. En that's it. Goed. Jan, die denkt van, nou weet je wat, ik kan dan wel eentje erbij hebben. En hij gaat bij Gerritsen bezig. En voor Gerritsen geeft hij ook eventjes aan van, ja, ik wil aan jou wel een bijles geven. Dus klik. Ja, weer eenzelfde infoscherm. Maar nu is het natuurlijk wel weer zo dat Gerritsen wel weer binnen 5 dagen moet worden reageren. Want dit is het eerste bericht aan Gerrit. Ja, dus eventjes invoeren en op verzendbericht en Gerrit die krijgt. En hier hebben we Gerrit. Maar Gerrit die is een beetje lui. Hij laat de tijd verlopen en voor je het weet is het 5 dagen voorbij en in die 5 dagen had hij moeten reageren. Wat nu? Wel, na 5 dagen genereert het systeem automatisch een herinneringsmail. Ja, dus Gerrit krijgt deze mail in zijn mailbox en hij kan alsnog reageren via een link in deze mail. Goed, nou, kom op Gerrit, reageer. Nou, daar gaan we weer. Maar Gerrit blijkt hardnekkig. Ook na 3 dagen nog steeds geen reactie. Tijd voor de volgende stap. De mentor krijgt een mail met daarin de melding dat de mentorleerling van hem, in dit geval dus Gerrit, geen reactie heeft gegeven op een verzoek voor bijles. De mentor die krijgt tijd om Gerrit tot de orde te roepen. Gerrit moest binnen 5 dagen weer reageren. 5 dagen omdat de mentor natuurlijk ook eventjes Gerrit moet opzoeken. Als Gerrit na 5 dagen nog steeds niet gereageerd heeft, dan is het gebeurd. Ja, na 5 dagen dan krijgt Gerrit een mailtje met de melding dat zijn account is geblokkeerd. Want leuk en aardig, je mag je inschrijven, maar je moet wel reageren. Behalve Gerrit krijgt ook, en dat is wel zo vriendelijk, natuurlijk ook Jan een reactie. Want anders zou Jan nog steeds blijven wachten. Jan krijgt keurig te horen van, let op, hè, leuk dat je Gerrit bijles wil geven, maar Gerrit die reageert niet en dus is zijn account geblokkeerd. Zo, we gaan weer eventjes naar het bijlesmenu. Want we hebben nu redelijk de zaken gehad. Bijles ontvangen voor die leerling die bijles wil ontvangen. Bijles geven natuurlijk voor leerling die bijles wil geven. Bijles matchen, dat betekent dus dat je naar het scherm toe gaat om te kijken van hey, aan wie kan ik bijles geven of van wie kan ik bijles krijgen. En dan moeten we nog even naar deze kijken, instellingen. Wat kan je allemaal instellen? Nou, even klikken. Zo. Allereerst de bovenste. Maak je account onzichtbaar. Dat is wel plezierig, stel je voor Jan, die wil wel bijles geven, maar daarna wil hij niet meer lastig worden gevallen door andere leerlingen met vragen van, god, wil je me bijles geven? En dan kan je kiezen om je account onzichtbaar te maken. Dan blijf je natuurlijk wel in het systeem aanwezig, maar een ander kan je even niet zien en kan dus ook niet meer jouw vragen voor bijles. Als je hierop klikt, dan zie je ook meteen dat de eerste 3 menuonderdelen niet meer toegankelijk zijn, want ja, je bent onzichtbaar, dus dan kun je ook niet meer natuurlijk bijles ontvangen, geven of kijken van hey, is er nog een reactie. Dus je kunt weer naar instelling toe gaan natuurlijk. Klik. En je ziet dus de bovenste is dan veranderd in maak je account weer zichtbaar. Nou, we klikken daar weer even op en daarna is alles weer toegankelijk. Goed, andere instellingen is wijzig wachtwoord. Nou, het woord zegt het natuurlijk al, wijzig wachtwoord. Dus als je daarop klikt, dan kom je in een scherm waar je je wachtwoord kunt wijzigen. Ja, eerst even je oude wachtwoord invoeren natuurlijk, om te voorkomen dat een of andere lolbroek per ongeluk jouw wachtwoord verandert. Nieuw wachtwoord, voor de zekerheid nog een keer het wachtwoord doen en daarna klikken op
wijzigwacht wordt of eventueel af te breken en dan keer je weer terug zonder dat het wachtwoord gewijzigd is. Een andere instelling tenslotte is verwijder account. Ja, deze hier, verwijder account. En als je daarop klikt, ja, logisch, dan wordt je account verwijderd. Wel redelijk ingrijpend, dus je krijgt eerst nog een waarschuwing. Goh, wil je dat wel doen? Dus als je slim bent, klik je natuurlijk op breekactie af. Ja, als je daarop klikt zo, hè, dan gebeurt er niks. Maar stel je voor, je klikt op verwijder account en je klikt daarna op ga door met verwijderen. Dan ben je kwijt en dan zou je alleen nog maar het enige wat je kunt doen is je weer opnieuw aanmelden. En dan gaat het hele verhaal weer opnieuw verstart. En als je dat wilt horen, dan moet je deze video nog een keer opstarten. Tot zover de video bijles op Liudger. Ik hoop dat het nuttig is geweest. Tot ziens, tot horens.